Nieuwe gezichten afgelopen week in de Alkmaarse hoofdselectie. Door de vele afwezige internationals mochten de 16-jarige Iman Griffith en de 15-jarige Youssef Barazi voor de eerste keer meetrainen met de grote jongens. Ja, het is wel echt mooi om met de eerste mee te trainen, want ik speel bij de onder 16. En dan hoor je dat je met de eerste mag meedoen. Ja, is gewoon leuk. Hoog niveau. Iedereen is natuurlijk groter, iedereen is sneller, fysiek sterker en zo. Dus je moet wel sneller handelen, anders word je zo van de bak zit. Een verschil toch, van AZ onder 16 naar AZ 1? Ja, klopt. Het is wel hoog niveau. Ja, fysiek kom je ook een beetje tekort, maar dat is logisch, denk ik. Maar ja, moet goed komen. Waren er nou jongens die ertussen liep? Je kent natuurlijk alle jongens, je ziet ze wekelijks voetballen en nu loop je er echt tussen. Waarvan dacht je van, oh, dat is wel heel bijzonder om met hem nu op één trainingsveld te staan? Ja, met Ron Vlaar, die heeft natuurlijk WK gespeeld en nog andere mooie wedstrijden. Dus ik vond het wel leuk om met hem op het veld te staan. Ja, het is natuurlijk geweldig voor de jongens. En ook om aan dit tempo en deze fysieke krachten, om daarmee om te leren gaan. Dat gaat natuurlijk heel mondjesmaat. Maar het is goed om daar in contact mee te komen voor hun, denk ik. Oude Jan, en die bal blijft daar liggen en die zit er nu in. Til als laatste met een tikje. Even terug naar afgelopen weekend. AZ won op bezoek bij ADO Den Haag met 1-0. De tweede overwinning op rij en zo komt AZ langzaam aan uit een mindere periode. We hebben vertrouwen nodig en overwinningen geven dat. Maar is dat zo simpel? Nou ja, die geven in ieder geval een beter gevoel dan een gelijkspel of een nederlaag. En ja, het goede gevoel. Kijk, met alle respect, zondag was natuurlijk geen goede wedstrijd. Maar je wint hem uiteindelijk wel. Dit is de derde keer dat we een internationale break ingaan. En dit is de eerste keer dat we daar met een overwinning ingaan. Dus ja, dat overheerst dan wel. Maar uiteindelijk heb je meer de goed gevoel dat je uiteindelijk hebt gewonnen. Maar ook zelf hebt gespeeld en belangrijk bent geweest voor het team. Ja. Maher speelt bij AZ omdat Koopmeijner zich ziek heeft afgemeld. Vanochtend met last van de keel. Een lichte verhoging. En dat is voor de eerste keer sinds zijn terugkeer dat Adam Herre aan de aftrap stond. Op training probeer ik elke dag mijn best te doen om steeds fitter te worden. Steeds meer beslissend te zijn voor het team. En ook met invalbeurt als ik de kans kreeg dat ik daar moest staan. En uiteindelijk kwam de kans er om zondag tegen ADO Den Haag te staan. En uiteindelijk moest je hem dan grijpen. En die kans heeft Maher zeker gegrepen. Een basisdebuut in de Eredivisie zit er voor de jonge Barazi en Griffith voorlopig nog niet in. Maar ze hebben wel een goede indruk achtergelaten tijdens hun eerste training. Nou, ik heb hard gewerkt, ik durf uit te blinken en zo. Maar kan nog meer. Wat ik bij de onder 16 doe, kan meer eigenlijk. En tevreden over wat je hebt laten zien? Ja, zeker. Ik heb wel gescoord, assist. Dus ja, kan natuurlijk altijd beter, maar ik ben wel tevreden.